geen grote verrassing tot nu toe op de 3 kilometer voor vrouwen. Bente Kraus heeft de snelste tijd tot nu toe. Maar de grote favorieten die komen straks nog. 3 Nederlandse vrouwen. Diane Valkenburg, Linda de Vries en Irene Wüst. En Irene Wüst heeft een heel druk programma. Daar gaan we het straks over hebben. Het is misschien wel aardig om u, als u net inschakelt, even te laten zien waar we zitten. We zijn in Sochi, waar over 11 maanden de Olympische Winterspelen zullen plaatsvinden. En daar is de schaatshal, de Adler Arena. U ziet het, het is nog niet helemaal klaar. Maar daar hoeven we ook helemaal niet cynisch over te doen. Want ze hebben nog 11 maanden. En eigenlijk gaat iedereen ervan uit dat dat gewoon gehaald wordt. Zoals altijd. We zitten aan de Zwarte Zee. En het is vandaag voor het eerst mooi weer. Eigenlijk niet wat er past bij een schaatstoernooi. Maar u ziet het, er wordt hard gewerkt aan de arena, aan de verschillende stadions en aan het Olympisch dorp. Dit is waar de atleten komen te zitten over 11 maanden. En dit is waar ze hun prachtige prestaties kunnen overdenken. Aan de Zwarte Zee dus. Wij zitten in deze Adler Arena. Daar valt volgens nog helemaal niets op aan te merken, hoor. Een prachtige ijshal waar Dennis Juskov de 1500 meter heeft gewonnen en waar we dus nu bezig zijn aan de 3 kilometer. Straks de grote favorieten, de grote vrouwen. We hebben Irene Wüst en Linda de Vries zojuist al even kunnen zien fietsen. Het grote inrijden is begonnen. Hier Irene Wüst en haar ploeggenoten Linda de Vries en ook Diane Valkenburg zal voor Nederland straks op het ijs komen. Ploeggenoten, maar ook concurrenten. Is dat moeilijk, Paulien? Hoe werkt dat in een ploeg? Ja, ik zelf vond het niet moeilijk. Het is ook gewoon, het moment als je het ijs opstaat, dan is het gewoon ook echt je concurrent. En daarbuiten, ja, dan je traint met elkaar. Je wordt sterker van elkaar, je leert van elkaar. Ja, je moet ook wat maar positief bekijken. Als je ploeggenoot hard rijdt, denk ik dat, nou, dan zit ook wel weer snor met het programma, zeg maar. Dus dan, ja, maar dan jij zegt neem je dat dus, wel mee. Je staat op het ijs en dan voel je meteen al dat het je concurrent is. In plaats van of ja, een hele goede vriendin of een ja, het is dan je concurrent als je het ijs opstapt. En je moet je voorstellen, in de voorbereiding naar zo'n wedstrijd toe, dan ga je toch meer dingetjes, tenminste als ik voor mezelf praat, ging ik toch meer dingetjes zelf doen. Ging ik meer zelf stijgroenen rijden en doe je toch iets meer alleen. En ja, het moment als je dan tegen elkaar strijdt, ja, ben je gewoon elkaars concurrent. En daarna is het gewoon even goede vrienden. Zo sta ik erin, maar zo staat niet iedereen er altijd in. Maar Paulien, er zijn toch helemaal geen concurrenten? Want het niveauverschil is natuurlijk zo groot. Kijk, Linda kan alleen maar leren van Irene. En Irene vindt het gewoon fijn om iemand erbij te hebben die ze kan gebruiken in de trainingen. Maar Linda de Vries heeft zich ook laten zien dat ze een buitengewoon goede 3 kilometer kan rijden. Ja, maar het niveauverschil, kijk, Irene, als het echt goed is, dan is het niveauverschil natuurlijk nog wel steeds heel erg groot. Als je kijkt naar de laatste World Cup, dan was het verschil met nummer 1 tussen nummer 1 en 2 was 5 seconden, als ik het goed heb. Ja. Dus het is wel een groot gat, ja. Nee, maar dan zou je dus ook kunnen zeggen, Linda de Vries rijdt om het voor Irene zo goed mogelijk te maken. En tegelijkertijd, maar dat werkt alleen maar als Linda ook optimaal kan ontwikkelen. Je hebt er niks aan om alleen maar een trainingsmaatje te hebben die echt alleen maar ondersteunend is. Nee, je moet met mensen kunnen willen trainen die allemaal dezelfde drive hebben. Hetzelfde doel hebben. Maar nu, het is natuurlijk wel makkelijker als je wil allebei beter worden. Maar Linda, Irene, kom op, dat is een tweevoudig Olympisch kampioen. En Linda die rijdt mee. Die kan hartstikke mooi als ze hier op het podium komt. Maar Irene moet hier gewoon wereldkampioen worden. Ja, maar is Linda de Vries wel medaillekandidaat? Ja, zeker. Zeker, ja. En ik bedoel, valt het tegen als ze niet op het podium staat? Nou, ze heeft dit jaar al ook op het podium gestaan. Dus ze laat gewoon echt zien dat ze. En ze groeit ook, zeg maar. Ze heeft echt. Ze rijdt betere 3 kilometers. Dus als je kijkt naar de concurrentie. Nou, heeft ze ook gewoon grote kans om op het podium te staan. Maar net als Diane Valkenburg, die rijdt ook gewoon goed. Dus eigenlijk kunnen Nederland. Het zou een 1-2-3 kunnen worden vandaag. Ja, ik hoop het voor je. Maar ik denk wel, als Linda zit er klaar voor. Irene reed al bom met 6 seconden voorsprong in Heerenveen. Dus ja, zij is gewoon torenhoog favoriet. Ja. Ik geloof echt dat Sablikova wel weer een stukje beter is dan dat ze best een paar weken geleden. Beckert komt er nog bij. En dan heb je Diane. Diane is eigenlijk natuurlijk de tweede Nederlandse dame. Ja. En van Linda, ja, die kan eigenlijk onbevangen rijden. Hè. Als ze op het podium komt, dan heeft ze het gewoon geweldig gedaan.
De twee grote favorieten, mogen we wel zeggen, in ieder geval voor de wereldtitel. Irene Wüst en Martina Sablikova. En die rijden ook tegen elkaar. Laten we even gaan kijken naar deze ochtend. Want toen stonden ze natuurlijk allemaal al op het ijs. De gouden medaille op de 3 kilometer is straks voor de winnares van rit 11. In die rit rijdt de Olympisch kampioene van 2006 tegen die van 2010. Sablikova is titelverdedigster, Wüst de wereldkampioene van 2 jaar geleden. Een race der giganten. Ja, rit 11, race tegen Sablikova. Dus ik denk dat het een mooie rit wordt. Tussen Wüst en Sablikova dus, die we het hele jaar zo hebben gezien. En als ze even geen last van de rug had, was ze wel ziek, zwak of misselijk. Nu is dat allemaal voorbij. De Tsjechische stond vanmorgen te lachen, te dansen en te zingen. Ze lijkt er helemaal klaar voor. Ja, nou ja, dat is Sablikova. Die weet wel, die heeft expres ook het WK al laten schieten om hier goed te zijn. En ja, goed, dat is altijd wel iemand die altijd iets heeft of niets. En ben benieuwd. Ik denk dat ze gewoon heel goed is. Toch is er maar één vrouw topfavoriet vandaag. 2 weken geleden bij de wereldbekerfinale reed Wüst de concurrentie op meer dan 6 seconden. Geeft dat vertrouwen of geeft het ook druk? Allebei. Tuurlijk geeft vertrouwen. Ik bedoel, geeft een lekker gevoel dat ik mijn laatste 3 kilometer zo'n geweldige 3 kilometer reed. Van de andere kant zijn alle ogen natuurlijk gericht op mij. En ja, heb ik zelf ook wel hoge verwachtingen van de 3 kilometer. Omdat ik natuurlijk vandaag is een wereldtitel te verdienen. En Heerenveen was slechts een World Cup overwinning. Maar ik kan alleen maar focussen op mezelf. En ik moet vooral focussen op de technische dingen. Ook niet te veel met rondetijden bezig zijn. Want je weet ook niet wat voor baan het is. Wat hier mogelijk is. Op het moment dat Wüst het ijs op moet, is daar al wel iets meer over duidelijk. Het is namelijk de teamgenoot van Wüst, Linda de Vries, die een tijd moet zetten. Ze zit in rit 9, voor de andere kanshebbers uit. Op zich is het ijs volgens mij hartstikke goed en we zullen het zien. Je ziet het vanzelf, denk ik, waar het op eindigt vandaag. Gelijk het is, welke baan moeten we rekening mee houden? Wat voor tijden? Ja, ik weet niet, maar ik vind wel echt wel een beetje zoals de andere Russische banen. Zo, of in ieder geval, je hebt dan Astana lijkt, daar vind ik best wel veel op en... Kolomna ook eigenlijk wel. Dus op zich, ja, Moskou misschien wel zelfs een beetje. Maar het is ijs en er ligt gewoon een ijsbaan. En, het is 400 meter, hè. En dan gewoon 7,5 rondje. Tot slot nog even terug naar de strijd Wüst-Sablikova. Een strijd die vanmorgen op de training al even losbarstte. Wüst over het onderlinge duel tegen de Tsjechische. Is het goed voor jou om tegen haar te rijden? Denk het niet. Ik denk het ook niet. Ik denk dat zij meer aan mij heeft dan andersom. Ik denk dat ik ben namelijk iemand die snel begint. En zij is iemand die langzaam begint en dan kan ze een soort van op mij jagen. Dus voor mij is het niet ideaal, al heb ik wel de laatste binnenbocht. Dus dat is dan wel weer mooi. Nou, aan de supporters zal het in ieder geval niet liggen. Go Linda, Irene, Diane, go. Klein plukje Nederlandse supporters hier in Sochi. Erben, is dit eigenlijk voor iedereen de slechtst mogelijke loting tegen Sablikova? Nee, ik denk de best mogelijke loting. Want dan weet je in ieder geval, als ze wint, dan is ze ook meteen wereldkampioen. Maar ze heeft natuurlijk heel goed gereden in Heerenveen. Hè? Die 3.85, die was echt fantastisch. Maar die baan gleed heel erg goed. En wat we gezien hebben op de 1500 meter en ook in de eerste ritten van 3 kilometer, het is zwaar ijs. En dat kan nog wel eens een nadeel zijn voor Irene. Want we kennen Irene ook dat ze het niet haalt, die laatste paar rondes. En dan gaat ze helemaal stuk. Dat ging ze gelukkig niet in Heerenveen. Maar we hebben haar ook wel eens helemaal stuk zien gaan. En dan komt die Sablikova, die helemaal niks weegt. Die fladdert een beetje over het ijs heen. En dan kan het nog wel eens spannend worden. Ja, maar in het begin heeft ze niets aan haar. Nee, maar ze heeft zo hoe zij hem rijdt, heeft ze aan helemaal niemand iets. Want Zij knalt er normaal gesproken nu tegenwoordig in met rondjes 30. En dat, er is niemand die zoveel lef heeft als Irene Wüst. Pauline, heb je Irene ooit wel eens zo vol zelfvertrouwen en makkelijk gezien? Ja, het is gewoon nu. Ze staat er inderdaad vol, echt heel zeker voor. En dat straalt ze ook uit. En zo staat ze ook op het ijs en ook in de schaats. Want ze zei ook laatst, we moesten 3 kilometer tempo rijden. En het ging eigenlijk gewoon te hard. Ja. Omdat ze gewoon zo goed rijdt, dat je het dan soms niet zo makkelijk kan voelen. Ja. Omdat de timing zo precies klopt. Dus dat is inderdaad nog een gevaar, dat ze te hard gaat. Ja, maar het is wel zo, Pauline, dat ze kan bijvoorbeeld een keer een heel toernooi heel erg goed zijn. Ja. En dan kan ze een paar weken later ook weer minder zijn. Ja, ja. En dus maar ik vind nu wel Europees kampioen worden, maar geen wereldkampioen. Maar ze laat nu toch wel zien de laatste weken dat ze gewoon constant is. En ze heeft natuurlijk, ze was ook echt heel gretig, want ze heeft voor seizoen natuurlijk niet alles mee kunnen rijden. Mm-hmm. En ja, ze heeft gewoon, ze heeft dat vertrouwen en die gretigheid.
Ja, echt de ouderwetse Irene eigenlijk. Is het nog iets waar je zenuwachtig van kan worden? Want ik heb het nu, als ik het over een week nog maar heb. Ja, wat Pauline zegt, ze heeft het voorseizoen niet gereden. En ik denk dat haar winst is. Want ze kan nooit een heel seizoen hard rijden. En het seizoen is voor haar nu heel kort. En dat kan wel eens een voordeel zijn. Maar wel in het korte seizoen heeft ze wel alle grote wedstrijden. EK, WK en nu weer een WK afstanden. Maar dat is wel iets voor iedereen. Ze moet eerst rijden en dan pas heeft ze gewonnen. Dan kun je bijvoorbeeld bij een Sven Kramer, als die echt goed is, dan weet je gewoon zeker dat hij ook wint. Maar ik moet zeggen, hoe ze er nu voor staat, dan moet ze gekke dingen doen als ze de 3 kilometer niet gaat winnen. Maar je moet hem alsnog rijden, wil je hem winnen. Ze is nu gewoon echt heel goed. We gaan het straks zien. We hebben Linda de Vries besproken. We hebben Irene besproken. Maar Diane Valkenburg is er zeker ook nog. En die rijdt een geweldig seizoen. Diane Valkenburg is 28 jaar. Ze schaatste eigenlijk het beste seizoen van haar carrière. De kans op een medaille lijkt ook best wel groot. Vorig jaar bij de wekenafstanden werd ze slechts 8e. Maar op het EK en WK dit jaar reed ze met onder meer een goede 3 kilometer naar het brons en het zilver. In de wereldbeker stond ze bij 2 van de 4 races op het podium. Valkenburg werd 2 keer 2e. Paulien, jij kent haar goed. Ja. Wat is er gebeurd dat ze dit seizoen zo goed is? Wat hebben ze gedaan? Nou, ze is inderdaad dit seizoen. Ze hebben meer getraind op het duurvermogen. Ze heeft wat meer duurwerk op de skiles gedaan. Wat langere blokken geskielet ook. En wat meer op de fiets gezeten. En een andere indeling van de rit. Diana was ook wel eens dat ze vooral in die laatste ronde met moeite door kon komen. En dan herinneren we misschien nog wel een wedstrijd dat ze onderuit ging de laatste ronde, helaas. Maar daar heeft ze wel van, of zij en Jack hebben ervan geleerd. En ze zijn anders die race gaan indelen. En dat is wel heel leuk om te zien dat ze nu constant echt een stuk beter is dan de voorgaande jaren. Ja, want hoe doet ze het nu? Hoe anders is het nu? Nou ja, ze begint hem toch iets rustiger en ze houdt hem ook gewoon vlakker daardoor. En dat is gewoon, wel als je langer met elkaar samenwerkt. Dan kan je ook dingen proberen. Je kan erachter komen, dat werkt niet of dat werkt wel. En het lijkt wel of ze toch wel iets gevonden hebben waardoor Diane gewoon echt harder is gaan rijden. En zijn ze daar lang naar op zoek geweest? Ze zit nu drie jaar bij Jack. Het is natuurlijk bij damesschaatsen op de 3 kilometer. Als je dat vergelijkt met een 5 kilometer van de heren. Die heren rijden allemaal rondjes 29. Dus de eerste en de laatste ronde zit er maximaal 1 seconde of 1,5 seconde tussen. En die dames rijden dan 3 kilometer. En tussen de eerste en de laatste ronde zit er normaal gesproken 3 seconden tussen. Dus het is eigenlijk ook, ze moeten veel meer rijden als heren. Gewoon vlakke rondjes rijden. En Diana is natuurlijk iemand die, als ze echt vermoeid is, dan blokkeert ze ook. Dan inderdaad, we herinneren haar wel eens een keertje op de kruising. Dat ze gewoon echt gewoon door de knieën heen gingen. Dat ze gewoon viel van puur van vermoeidheid. Omdat ze helemaal blokkeerde. En dat kan in 1 of 2 rondjes kan dat gewoon gebeuren. Op 2200 meter nog een fantastische rit rijden. Ja. En op een ronde daarna volledig door het ijs gaan. En dat doet ze nu gelukkig niet meer. Maar goed, dan heb je ook weer met 2 verschillende type rijders te maken. Want het is ook weer zo, een Irene, die zal toch altijd de eerste ronde sneller rijden. Maar als zij technisch goed rijdt, dan kan ze het vasthouden. Dan komen die eerste ronde niet zo, met zoveel moeite. Ik zelf was ook niet een Sablikova, die rijdt wel. Ja. De 3 kilometer, de grote kanonnen komen straks. Nog heel even terug in de tijd. Irene Wüst is dus wereldkampioen geweest op die afstand. Nog iets verder terug, 2009, komen we Renate Groenewold tegen. Groenewold gaat hier in ieder geval de Duitsers op een hoop rijden. En gaat voor het eerst sinds 2007, en voor de 2e keer dus in haar carrière, naar een medaille bij wereldkampioenschappen. Want het wordt minimaal brons, zoveel is duidelijk. Groenewold in een nieuw baanrecord, 4:05:44. Goud! Goud voor Groenewold. Jongen, dat je dat nog weer mag meemaken. Groenewold is 32. Dat individuele goud heeft ze nooit gehaald. Ze was altijd wisselvallig bij wereldkampioenschappen afstanden. Ik ben trots. Ik ben heel trots op mezelf. En voor mijn gevoel heb ik het gewoon geflikt. En daar ben ik erg blij mee. Dit is typisch Groenewold, als je het niet verwacht. Zo lang geleden is dat ook nog helemaal niet. 2009 Renate Groenewold, 2011 Irene Wüst en nu? Ja, Irene Wüst. Punt. Nou, dat wordt heel erg spannend. Ja, het blijft spannend, hè? We gaan naar de 3 kilometer, naar de laatste 6 ritten. Daar is Irene Wüst. In rit 11 rijdt ze tegen Sablikova. We gaan naar Martin Hersman en Herbert Dijkstra. Het is opvallend zo ontspannen
als Irene Wüst zich hier toont. En dat zegt natuurlijk alles over de uitstekende vorm waarin ze verkeert. Maar daarin schuilt ook het gevaar van misschien wel onderschatting. De onderschatting van Sablikova, die toch het hele seizoen bezig is met dit toernooi. Hier moest het gebeuren. Ja, die rugklachten die zijn er geweest. Maar alles was gericht op deze wereldkampioenschappen afstanden. En zo krijgen we straks in rit 11 de strijd der giganten. De Olympisch kampioenen van 2006, inderdaad, tegen die van 2010. Maar we beginnen eerst voorzichtig met Hotsumi en Nyatun. Zo dadelijk in rit 7. De eerste Nederlandse die in actie komt. U zag dat zojuist. In rit 9, daar zit ze. Linda de Vries. 25 jaar, teamgenote van Irene Wüst. De kracht van de Vries is dat ze, naarmate het seizoen voor het steeds ietsje sterker wordt, niet vergeten dat ze bij de Nederlandse afstandskampioenschappen niet verder kwam dan de 7e plaats. En daarmee niet eens startgerechtigd voor wereldbekerwedstrijden. Dat kwam in deel 2 van het seizoen. En zo kwam alles toch nog goed. En de Vries wordt dus nog steeds een beetje beter. En wie weet kan zij al voor een verrassing zorgen in rit 9. Dit is Masako Hotsumi. Zij is geboren en getogen in Fukushima. En Ida Nyatun, persoonlijk record van 4-0-6, u ziet het, 22 jaar uit Noorwegen. Nyatun is een echte allround schaatser. Met een voorkeur ook voor de middenafstand, de 1500 meter ligt haar goed. Nummer 5 ook van het wereldkampioenschap allround. Had nog even zicht op een medaille in het klassement, dat hoopte de Nooren natuurlijk in eigen huis. Dat is er niet van gekomen. Beide vrouwen toch, mag je verwachten, een plaats in de top 10 vandaag. Maar eremetaal, dat lijkt wel te hoog gegrepen. Je had een wet nog 10e de wereldbekerfinale. Rumi 7e. Sterke Noorse. Die het tweede gedeelte van het seizoen zonder Hege Dukker moest doen. Maar die er nu wel bij is. Samen met haar wat trainingen doet. Hij heeft wel hele goede bochten. En rechterend wil ze wel eens van haar afzet afvallen. Maar de samenwerking met Pedersen die doet er goed. De streep is Bente Kraus. Passeren in 1.24.96 de 1000 meter. En Herbert, jij noemde net de strijd die er is binnen het Duitse kamp. Net werd er nog even bijgepraat dat Markus Eiger een interview gegeven schijnt te hebben en gezegd heeft tegen een aantal mensen van de Duitse pers: de toekomst is zonder Perstijn. Maar de Duitse bond heeft dat nu in een officieel persbericht ontkend dat dat interviewer is geweest. Sean details dat Markus Eiger de oude trainer is van Annie Vriesinger en die verantwoordelijk is voor het Duitse vrouwenschaatsen. Dus dat is ellende. Want dit is Sablikova. Rijdt straks tegen Irene Wüst. Wordt vervolgd dus in Duitsland. Sablikova inmiddels ook op het middenterrein. Daar worden de schaatsen ondergebonden. En zo stijgt de spanning toch wel een beetje. Want dat zal de rit zijn waar het erom gaat. Drie ronden nog. En Bente Kraus had geen zwakke ronde eigenlijk. 33-3 en daar deed Bente Kraus nog 33-0. Dus elke ronde wint de Duitse virtueel een paar tienden op deze twee vrouwen. Maar het verschil nog niet groter dan een seconde. Ja, toen dit seizoen toch doorgebroken als allround schaatster. Stond één keer op het podium bij de wereldbeker. Dat was op de 1500 meter in Berlijn. Anderhalf jaar geleden. Twee ronden. Nou is het verschil met Ja toen boven de seconde. Wordt het lastig. Thank you.
34-0 en 34-5. Kraus reed daar nog net onder de 34 seconden. Zo is het verschil groter geworden. En mogen we ervan uitgaan dat de 4-12-35 ook deze rit zal overleven. En daarmee is het toch ook wel gezegd dat de tijden tegenvallen. Want op dit niveau moet je onder de 14. 4-08 en 4-09 reden deze vrouw bij de wereldbeker finale. Het is hier net wat minder snel. 4-13-62 en 4-14-82. En met recht kun je deze baan een baan op zeeniveau noemen. Want dat is hier 300-400 meter vandaag. Daar kun je de hengel uitgooien. De Zwarte Zee. De Poolse die we een aantal jaren geleden kenden als Katarzyna Wojcicka. Inmiddels getrouwd. Ze heet nu Bagleda Kurus. En ze rijdt tegen Iwani Blondin. Geboren in Ottawa. En deze Poolse, die dus haar rentree maakte na 2 jaar afwezigheid, is de beste Poolse ook nog steeds weer geworden. En Wüst, ze blijft maar lachen. Ze blijft maar vrolijk. Bagleda Kurus, 3 keer top 10 gereden dit seizoen bij de wereldbeker. Dat lukte Blondin slechts 1 keer en dat was bij de eerste wereldbekerwedstrijd. Dat was in Heerenveen, moet ik terug naar november van afgelopen jaar. Maar zoals gezegd, er zijn landen, en daar hoort Canada ook bij, die dit het allerbelangrijkste toernooi van het hele seizoen vinden. Allround wedstrijden, dat is een bijzaak. En dus zou het zo moeten zijn dat Blondin hier haar beste uitslag rijdt. Dat lukt de Cindy Klaas overigens niet eerder vandaag. In 3000 meter. Nou, kijk naar de 5 kilometer. Lukas Murkowski niet ingeslaagd om top 16 te rijden. In top 16 heb je nodig om in de Canadese nationale ploeg te worden uitgenodigd. En top 8 heeft een Canadees nodig om ook financiële ondersteuning te krijgen vanuit het Canadees Olympisch Comité. Dus van deze race hangt veel af voor deze Blondin. Bagleda Kurus heeft het Europese kampioenschap aan zich voorbij laten gaan omdat ze hier wil presteren. Door blijven trainen. 32-2. Vergelijkbaar met Bente Kruijf. Ze is er 2 jaar uit geweest, Martin. Ze was voor die tijd al houdster van het Poolse record. Dat heeft hij beide jaren dus overleefd. De 4-0-4 staat nog altijd. Daar de 41-jarige Claudia Pechstein zal in de laatste rit starten tegen Diane Valkenburg. Is er te weinig talent dan in Polen? Of is deze Wojcicka, of inmiddels Bagleda Kurus, dan toch zo uitzonderlijk goed? Nou, bij de mannen zie je veel aanwas. Dat hebben we gezien met Brodka, Czeslak, de 500 meter. Dit is Valkenburg. Nou is iedereen dus op het binnenterrein of op het ijs. Ja, het is een nadeel. Valkenburg zit in de laatste rit tegen Pechstein, die we een minuutje eerder naar boven zagen komen. Het is toch prettig om te rijden als er nog wat schaatsers aan het inrijden zijn. Hebben Werner maar schaffen het al aan. Eigenlijk zou het veel eerlijker zijn als er niemand meer in zou rijden. Dat er niemand meer bezig is om de lucht in circulatie te houden. Maar Katarzyna Bagleda Kurus heeft nog steeds de snelste tussentijd. Reed in Heerenveen de 9e tijd bij de wereldbekerfinale. 2 weken geleden. 4-08-79. Waar Linda de Vries 4-04 noteerde en daar brons mee haalde. 33-2. Wint hier weer een 2/10 op Bente Kraus.
En Blondin rijdt nog redelijk mee. De vijfde tussentijd. En na deze rit zien we Linda de Vries. Dan Beckert, die ook al een wedstrijd gewonnen heeft. Van Wust. En in de laatste rit Valkenburg. Dus alles gezet op deze wedstrijd. Bagleder Kourous. Allround toernooi laten schieten. Nu een 34er. Gaat niet onder de 4-0-10 rijden. De 4-10. De stijlprijs zal ze niet verdienen. Wojcicka. Ik ben altijd nog geneigd om Wojcicka te zeggen. Maar vechten kan ze wel. En ze zal hier onder de tijd van Kraus gaan finishen. De 4.12.35. Die kunnen we doorstrepen. Er staat nu 4.10.80. Daar ligt de lat. En dan heeft er nog geen enkele schaatster onder de 4.10 gereden. Dat zijn dus echt matige tijden hier op het Olympische ijs straks van Sochi. 4.15.06 van Blondin. Nog even losmaken van de bovenrug. Ja, daar de transponders die de tijd meten onder het pak bij Diana Valkenburg. Won ooit zilver, de 500 meter op het wereldkampioenschap afstanden. De eerste Nederlandse nu op het ijs, Linda de Vries. Dat persoonlijke record is zeer recent gereden. 4.04.87. Eigenlijk kun je zeggen dat het aan de Vries is om als eerste van de favorieten ook een tijd te zetten. Dat is dan weer gunstig misschien voor Wust. Ze zal haar kennis doorgeven. Het zijn inmiddels vriendinnen geworden binnen die ploeg. En de Vries aan het eind van het seizoen vaak goed. Vorig seizoen doorgebroken. Ja, won de medaille individueel. De 1500 meter bij de WK-afstanden. Achter Nesbitt en Wust. Werd ook op deze afstand een jaar geleden vijfde. Het is een bijtertje. Ze gaat pittig van start met 1985. Je zei het al, in de vorm van haar leven. 2 weken geleden een persoonlijk record in Heerenveen. Ja. En daarmee dus brons. Daar zou ze nu, denk ik, zeer tevreden mee zijn. Kom nou heerlijk uit van die buitenbocht. Ruimte om goed aan te snijden. Kim op grote achterstand. Kim die vooral goed is bij de Maastart. Tactisch slim kan rijden, maar toch echt tekort komt. Om het hier normaal gesproken de Vries lastig te maken. Overigens werd deze de Vries bij de Nederlandse afstandskampioenschappen slechts zevende. En dat zegt iets over de prestatiedichtheid. Het zegt ook iets over de problemen van de Vries. En dat is elk jaar hetzelfde. Aan het begin van het seizoen. Ze heeft wat ijsuren nodig, wat competitie nodig om op gang te komen. Ja, dat heb je in Nederland niet. Een van de eerste toernooien is vaak al een plaatsingstoernooi. De Nederlandse afstandskampioenschappen. Maar deel 2 van dit seizoen mag er zijn voor de Vries. Snelste tussentijd, zoals verwacht. Mooi verlengen daar, die buitenbocht. Om ruimte te maken en zo in de kop van de bocht naar de box te kunnen lopen. En dan wat waaier bij eruit te waaien. Ziet het er ontspannen uit? Ja. Hoger ritme dan dat gewend zijn van Linda de Vries. Heeft toch wel te maken met de omstandigheden. Het is zwaar. Eerder gezegd, Rutger Thijs hier die de rondeborden aangeeft. Rondje 2-2, dat is 32-2. We zijn nu over de helft. En gaan naar de 1800 meter toe. Tot op heden ziet het er goed uit. Magdalena Kourous ging hier rondjes 32-7 noteren. 32-4 voor de Vries. Prima. Begon ooit bij de Scheuvelloper. Dus de schaatsvereniging in Assen kwam al snel in de Drentse schaatsselectie. En elk jaar werd ze een beetje beter.
afgelopen seizoen. Dus opgepikt. Gaan trainen bij TVM. Als maatje van Wüst. De progressie heeft zich voortgezet. Twee ronden te gaan. En nog steeds die vinnige korte slag. En de 32-9. Wint weer 3/10 op de rondetijd van Margrethe Koerens. Verschil is maar, zeg ik dan, 88-100ste. En dat betekent dat ze die 4/10 wel zal kunnen halen. Dat ze eronder komt. Maar ze moet eigenlijk... Ja, ze houdt het ritme veel beter dan Margrethe Koerens. Die op het eind echt moest duwen. Wat zou een goede tijd zijn hier met nog een knipoog naar een medaille? Dan moet je toch al haast 4-6? Ja, 4-6, 4-7. Denk ik wel. 4-6 zijn we mee op in moeten zetten. Voor een medaille, maar voor winst wat meer. 34-6 is wel wat veel vervallen ineens. Ja, maar pakt toch weer in deze ronde een halve seconde op Margrethe Koerens. En gaat de snelste tijd van het veld neerzetten. Daar komt Linda de Vries. Belangrijke richttijd voor de andere favorieten. En bij die favorieten hoort ook de Vries zelf. En ze blijft goed schaatsen. Bochten goed aangesneden. Hier komt een nieuwe beste tijd. De tijd van Koerens. De 4-10-8 wordt verbeterd. Nu gaan we onder de 4-10. Maar is dit genoeg? Is dit genoeg voor een medaille? 4-0-9-53. Kun je niet al te veel van zeggen. Ze is de snelste van dit moment. Maar het zijn, door de bank genomen, allemaal matige tijden. En als je van die matige tijden de snelste bent, ja, dan maakt het niet uit. Als je maar wint. Ja, maar de tijd is niet belangrijk. Precies. Ja, wel op de winnen. Maar om de baan te gaan vergelijken met Heerenveen, Hamar of Richmond heeft weinig zin. Maar bij de mannen zagen we dat de 1500 meter winnende tijd echt veel overeenkwam met de winnende tijd 4 jaar geleden. Bij de opening van de Olympische baan in Canada. En misschien is dat nu ook het geval. Toen won Groenewold met 4-0-5. En ik denk eerlijk gezegd, Martin, dat de manier waarop de Vries nu gereden heeft, redelijk onbevangen, haar eigen schema, niet opboksen tegen een tijd die er al staat, nageltjes keurig gelakt, alles verzorgd, dat dit ongeveer is wat ze op dit moment kan. En Wüst heeft het gezien, heeft het genoteerd, heeft een richttijd. Nog één zal wachten. En zal ook nog even praten met de Vries, zodra de Vries tot praten in staat is. Want dat gaat gebeuren. Let maar op. Het zijn zware omstandigheden. Voordeel van vrouwen met minder snelheid. Zoals deze Beckert, die de eerste wereldbekerwedstrijd won. Toen Heerenveen wat minder snel was. Olga Graaf reed hier in december en kwam uit op 4:14:26. Dat mocht toen een baanrecord genoemd worden. Ja, geen wonder ook, er was nog niet geschaatst. En Beckert kampt met rugklachten. En die spelen af en toe op. Ja, kijk, technisch is het slecht wat Beckert laat zien, maar ze is conditioneel zo sterk. Beckert is overigens wel de nationaal kampioene. Zij versloeg dit jaar Pechstein bij de Duitse afstandskampioenschappen op de 3000 meter. Dat zijn zware omstandigheden. En dat is het voordeel van deze vrouw die moeite heeft om rondjes lager de 32 te rijden. Maar staan 31ers. Moeite heeft met de start, maar nu toch aardig op dreef is. Met 32 blok. Kijk, en dan verliest ze op Linda de Vries, maar een 1/10. Beckert, tweede op de Olympische Spelen. Tweede op de afgelopen weken afstand op deze afstand. Getergd door Pechstein. Dat is werkelijk water en vuur tussen die twee. Het lijkt er ook op alsof Pechstein een vijand nodig heeft binnen het kamp. Dat was Vriesinger, maar sinds Vriesinger gestopt is, ja, dan heb je een nieuwe vijand nodig. En dat is Beckert geworden. Linda de Vries reed hier een rondje 31-8. Versnelde dus richting de kilometer. Beckert 32-2. Het verschil is 1,8 seconden. Ja, de Vries 31-8 daar. Maar eindigend met 34ers. Dat zou normaal gesproken bij Beckert niet gebeuren. We hebben het eerder aangegeven. De Duitsers hebben hebben ons continu verteld. Reken ons af bij de weken afstanden. De streep, dat is Linda de Vries. Nou, dat is nog een groot gat hoor. En Beckert, niet vergeten, werd bij de generale repetitie, dat was de wereldbekerfinale in Heerenveen, slechts 12e. 32-6. En Lewis op Linda de Vries, 4/10 in. Ja, Graaf.
rijdt hier op flinke achterstand. De 17e tussentijd. Dat is slecht. Beckett zal nu toch echt moeten versnellen. Wil ze de Vries kunnen bedreigen. En gezien het optreden van de Vries. Kijk, armpje los. We gaan naar de 1800 meter. Drie ronden te gaan. 32,9. Nee hoor, daar pakt de Vries gewoon een halve seconde in deze ronde. Verschil is 2,6 seconden. Goed in beeld gebracht daar. Oh, daar viel Graaf bijna. Bij het uitkomen van die binnenbocht. Ja, dit ziet er ook technisch slecht uit bij Graaf. Beckett, die door Pechstein werkweigering verweten werd. Dan hadden we het over de ploegachtervolging in Heerenveen. Dat heeft kwaad bloed gezet bij beide vrouwen. Beckett is, zo lijkt het, niet tot meer in staat. 33-2, nee. Daarmee geeft ze weer 1/3 toe op het schema van de Vries. En daarmee krijgt de tijd van de Vries zeker meer cachet. Want die tijd, sec gezien, ja, daar schrikt niemand van. Nee, maar je moet het wel rijden hier. Beckett mist gewoon de snelheid. Moet te hard werken om rondjes 32 te rijden. De slotronden van de Vries waren niet sterk, maar het verschil was al zo groot. Linde de Vries noteerde hier nog een rondje 33-6. En daar Beckert in 33-7, ook in deze ronde. Waardoor de Vries, nou in elk geval weet dat ze top 5 gaat rijden. Dat deed ze vorig jaar ook, toen werd ze vijfde. En de hoop is er natuurlijk altijd op een medaille. En nou komt er een goede slotronde uit, zoals we dat van Beckett gewend zijn, op karakter. Maar die streep is te ver weg. En die streep, dat is de denkbeeldige Linda de Vries. Beckett niet onder de 4-10. 4-11-71. En Graaf, die in de slotronde zelfs sneller was, 4-14-59, rijdt daarmee net boven haar eigen baanrecord. Nog twee ritten. Twee Nederlandse vrouwen aan de start nog. En Linda de Vries nog steeds de snelste. En de Russische vrouwen vallen toch wel tegen. Als je dat afzet bij de prestaties van de mannen op de 1500 meter. Tot op heden geen verrassing. Als je de lijst zou moeten maken. Tot dusver. En je had geen voorkennis. Dan zou je hem toch zo uitschrijven. De Vries aan de leiding. Bagleda Kourous daarachter. Maar nu, de strijd tussen de Olympisch kampioenen, daar staat ze. En ze lacht. Ook ontspannen, of lijkt het maar zo, tegen de Olympisch kampioenen van 2006. Sablikova is wel de regerend wereldkampioene en dus titelverdedigster. Wüst, ja, ze is al kampioene gemaakt door iedereen, maar je moet het nog wel even doen en dat weet ze echt. Dat weet ze maar al te goed. Maar haar optreden in Heerenveen 2 weken geleden was van buitengewoon niveau. Daarmee zou ze volgens Groenewold in Salt Lake met die benen, met die vorm, een wereldrecord hebben gereden. De vader en moeder van Irene Wüst. Maar we weten wat er nu kan gebeuren. Wüst zal voor de aanval kiezen. Wüst pakt de winst in de eerste ronde. Als Sablikova een beetje mee kan met Wüst, dan blijft Sablikova heel erg gevaarlijk in de laatste ronde op zo'n 3000 meter. Kijk, wat gaat er gebeuren bij de eerste kruising? Gaat Wüst over Sablikova heen? Of gaat Sablikova voorlangs Beerte kruisen? Ze gaat voorlangs Beerte kruisen en dat gaat haar lukken ook. En dan dat gaat nog maar net goed. Wüst knalt er gelijk hard onderdoor en weet ook dat ze, hoe moeilijk het ook zou kunnen gaan, wat we allemaal niet verwachten, dat ze altijd nog het voordeel heeft van de laatste binnenbocht. Maar kan Wüst hier ook te hard van start gaan? Kan ze zichzelf kapot rijden? Kent ze zichzelf zo goed? Dat ze weet dat je ook voorzichtig moet zijn op deze baan. 34. De snelste 2 ronden van het veld. Ze is zo verschrikkelijk goed in vorm. Kun je jezelf dan overschatten? Technisch ziet het er geweldig uit. Ja, de timing klopt. Maar beter dan dit is nooit geweest. Vorige week een baanrecord in Heerenveen. En ze weet dat Sablikova alles op dit toernooi heeft gezet. Gaat op deze kruising wel over Sablikova heen kruisen. Kan niet anders. Het verschil is te groot richting de kilometer.
1.21 om 1.22. Sablikova gaat sneller dan dat ze het hele seizoen heeft laten zien. En dit is eigenlijk niet de afstand die bij Sablikova hoort. Die is toch meer van de 5 kilometer. Ja. Werd tussen haakjes maar 2 keer wereldkampioen op deze afstand. En 5 keer op rij won ze de 5 kilometer. Wüst, die in een openhartig interview vertelde dat ze in 2006, toen ze onbevangen naar de Olympische titel reed, zei van ja, eigenlijk wist ik het van tevoren. Ik was zo goed, ik voelde me zo lekker. Ik kan niet anders dan winnen. Zou dat vandaag ook zo zijn? Ze pakte weer 2/10 op Sablikova, maar ze zal echt een grote marge moeten opbouwen. En ook wat reserves moeten bewaren om een aanval in de laatste 2 ronden van Sablikova af te slaan. Voorlopig gaat het buitengewoon goed met Irene Wüst. Versneld, mooi die bocht nog uit. 1 stapje erbij. Technisch heel ontspannen. 3 ronden te gaan. Ja, dit... En ze versnelt. 31-4. Pakt weer 4/10 ten opzichte van Sablikova. Sablikova die nu 2 rondjes 31-8 noteert. En Wüst is zo ver weg dat Sablikova geen gebruik kan maken op die kruising. Slim gedaan van Irene Wüst. Je moet wegblijven bij Sablikova. En bij de volgende doorkomst nog maar 2 ronden te gaan. Gaat ze nog 2 buitenbochten rijden? Ja, dit gaat ze pakken. Kan niet anders. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Irene Wüst 31-6. Daar noteert Sablikova 32-2. En dan gaat ze af op de wereldtitel, zou je toch zeggen. Waar kan het toch fout gaan? Voor het eerst dit seizoen in haar carrière won ze een wereldbekerwedstrijd. Sterker nog, ze deed dat 2 keer achter elkaar. En dat lukte eerder nooit op de 3000 meter. Het was een haat-liefdeverhouding, zei ze, met deze afstand. Die ze eigenlijk maar 1 keer in haar carrière echt goed had gereden. En dat was in 2006. Dit seizoen valt alles op zijn plek. Bij het horen van de bel heeft ze een licht jaar voorsprong op Sablikova. 32-7, dat wel. En 32-9, ze pakt weer 2/10 seconde. En heeft dan nog de binnenbocht. En dan is er nog spanning op het gezicht van Kempkes. Die wil dat Wüst nog gaat versnellen. Maar de voorsprong is echt groot genoeg. In elk geval ten opzichte van Sablikova. En dan is dit normaal gesproken goed genoeg voor goud, zou je zeggen. Sablikova, de regerend wereldkampioene, raakt hier haar titel kwijt. En de tijd is indrukwekkend. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. 4-0-2-43. Ja, dan is de 4-0-4-80 van Sablikova een goede tijd. Maar die steekt dan weer schril af bij de toptijd van Irene Wüst. Dat is natuurlijk ook een baanrecord, 4-0-2-43. Maar het is normaal gesproken ook de gouden race. En dat betekent voor Wüst voor de 2e keer in haar carrière goud ook op deze afstand. Of zou er in de laatste rit nog iets bijzonders kunnen gebeuren? Dat zie ik niet. Het is zo'n ongelooflijk sterke race. En tactisch zo slim gedaan om ver weg te rijden bij Sablikova. Om haar gewoon helemaal uit balans te rijden. 1 rit. Valkenburg. Pechstein. En Pechstein stond al op het podium in 1996. Met zijn 2e. Sterker nog, in al die keren dat Pechstein aan de start stond, heeft ze op 1 van de afstanden wel een medaille verdiend. 1 keer was ze er niet bij, in 2009, vanwege een schorsing. Het verhaal is bekend. Maar ze kwam terug en kwam ook terug met medailles. En dit is dus haar 14e start. En voor Valkenburg ligt dat allemaal anders. Die weet dat zij dit seizoen in de beste vorm van haar leven is. En de perfecte race nog moet gaan rijden. Dat lukte haar tot op heden niet. Maar rijdt het hele jaar goede races. Stabiel. Ja. 2e op het wereldkampioenschap voorhand. Diana Valkenburg. Trillende armen van Valkenburg bij de start. Nu mag ze los. Moeilijk hoor, laatste rit. Valkenburg die geleerd heeft om toch enigszins beheerst van start te gaan. En dat heeft zeer goed uitgepakt dit seizoen. Ja, je moet goed openen. Die energie kan je wel vrijmaken. 2 rondjes stabiel en dan 5 ronden vlak houden. Dat is de manier zoals Valkenburg dit jaar de 3 kilometers is gaan rijden. En de tijd van Wüst
ligt ver buiten bereik, normaal gesproken. Hoe moet je dan zo'n rit ingaan? Kijken naar medaille. Kansen. En dan moet je de 4-0-4-8 van Sablikova in het vizier houden. Ja, en Valkenburg rijdt tegen een vrouw die niet anders kan dan lange afstanden rijden. En op dit soort toernooien ook altijd goed is. Niet uit balans laten raken. 31-9 is snel genoeg. Allemaal rondjes 32-0 brengen je naar 4-0-4. En dat is momenteel de tijd van Sablikova. Duitse vrouwen op deze afstand in de geschiedenis superieur. Van de 15 uitgaven, als we deze meerekenen. 8 keer goud. 5 keer was dat Niemann. 2 keer was dat deze Pechstein. En 1 keer Vriesinger. Valkenburg 2 rondjes 31-9. Pechstein duikt de 32-3 in. Wüst kan haar feestje inmiddels gaan vieren. Want het verschil is al dermate groot geworden. Maar nu kijken naar Valkenburg. Kan ze, zoals ze dat dit seizoen al 2 keer deed, en dat waren de laatste wereldbekerwedstrijden, kan ze ook nu voor zilver gaan? De tijd van Sablikova is toch ook wel scherp, hoor. 4-0-4-80, dat is een tijd die ze niet vaak laat zien. En Pechstein gaat goed mee. Pechstein weet ook dat ze de laatste binnenbocht heeft. Valkenburg moet op deze kruising naar Pechstein toe rijden. Dat doet ze goed. Naast het rijden tegen Rock ook echt rijden tegen Pechstein. Zo ervaren. Valkenburg die zo constant is dit seizoen. Denk maar eens aan de Nederlandse afstandskampioenschappen. In november, daar versloeg ze Wüst. En pakte dus de titel op deze afstand. Zij is de Nederlands kampioen. En kijk eens, gaat de 31ers in. Pakt hier een halve seconde in een rondje ten opzichte van Pechstein. Knap, hè? Dat je de discipline op kan brengen om niet te hard van start te gaan. Gaat goed met Valkenburg, die dus ritme ook hoog, netjes zicht heeft op een medaille. Maar dan moet ze ook afrekenen met Pechstein. Ja, met de 2200 meter toe, 2 ronden te gaan. Flinke lengte nu op Pechstein. Zit nu onder de tijd van de Vries. En rijdt dus op brons op dit moment, Diana Valkenburg. Ja, de tijd van Sablikova is te ver weg. Dus dan gaat de strijd om het brons tussen Valkenburg op dit moment. Maar ook nog Pechstein, die zich nog niet helemaal weg laat rijden. De goud is binnen. Goud is voor Wüst, dat weet ze. Maar is er brons voor de Vries? Of gaat het naar Valkenburg? Of misschien toch nog naar Pechstein? De Vries kwam door in 3:35. Kijk naar de rondetijd. Gelijke rondetijden nu. En het verschil is 16e in het voordeel van Valkenburg. Ja. En dan komt de slotronde er nog aan. Ja, en Pechstein is ook gevaarlijk met nog een binnenbocht. En de Vries durft niet te kijken. Durft niet te kijken. Staat nu op brons met 4:09:53. Dat is de richttijd voor Valkenburg. Maar moet ze ook Pechstein achter zich laten? Dit is nog wel spannend, want Pechstein komt eraan in de binnenbocht. Die komt er heel hard aan. Maar ze houdt nog even voorsprong. Nee, maar de snelheid van Pechstein is hoger. Zal het dan gebeuren dat hier op de streep Pechstein toch nog voor het brons gaat? Het gaat gebeuren, inderdaad. En zo is Valkenburg in de slotfase toch nog geklopt. Gaat naar de vierde plaats. En daarmee zakt de Vries naar de vijfde plaats. Het goud is al geen verrassing meer. Maar zo zorgt Pechstein ervoor dat ze vanaf 96 tot aan nu, behalve 2009, weer ergens op een podium staat op een afstand. Zo is het ook. Ja, en toch een signaal wat ze naar het publiek maakt. Ze is er nog. En hier de reactie van Jan Maat en Ori, die slotronde. Is een snellere dan de ene laatste ronde van 33-0 naar 32-6, waar Valkenburg de 34 in duikt. Dat is ook de ervaring van Pechstein. Valkenburg moest aanvallen. Ja. Ja, Wüst zou zelfs winnen als ze niet in goede vorm was. Daar was iedereen overtuigd. Maar het is nog erger geworden voor de concurrentie. Ze is namelijk wel in vorm. Hoe groot is dan het verschil? Het eerste goud is binnen. Stiekem in de wandelgangen wordt gefluisterd. Nou, misschien wel 3 keer, 4 keer goud. Zou kunnen. Maar de kop is eraf. En de vorm is er nog. En de opluchting is er ook. En de blijdschap. Die blijft.
Alle hoofdprijzen dit seizoen zijn voor Wüst. Europees kampioenschap, wereldkampioenschap allround. Wereldbekeroverwinningen. En bij het wereldkampioenschap afstanden wordt er ook geoogst. Zou je dit seizoen kunnen kopiëren naar het volgende jaar, naar Sochi? We zouden het eigenlijk al willen weten, maar zo werkt het niet in de sport. Dat zegt ze zelf ook. De ziekte van het voorseizoen, de griep in november, is misschien wel het grootste voordeel geweest voor het naseizoen. Want nu sta ik er. Overtuigend. Met een baanrecord. 4-0-2-43. Die tijd die zal nog wel een tijdje staan hier. Misschien wel tot de Spelen volgend jaar. Sablikova. Afstand van haar titel gedaan. Nu naar het zilver. Pechstein. De laatste 100 meter kwam ze Valkenburg voorbij. Linda de Vries, net als vorig jaar, op de vijfde plaats. En het bijzondere is het, die 4-0-2-43, Herbert, is exact dezelfde tijd als die ze noteerde in Turijn, 2006. Is dat een teken? Daarmee werd ze Olympisch kampioen. Tot op de 100ste. Goed gezien. Martin, zou ze het zelf weten? Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar dat moeten we haar maar eens gaan vragen. Die tijd, doet je dat ergens aan herinneren? De beide ploeggenotes. En u zag Arthur Bennink, fysiotherapeut van de ploeg. En daarmee is het eerste goud voor Nederland ook binnen. Daar waar het op de 1500 meter voor de Nederlanders wat moeizaam ging, deed Wüst wat er van haar werd verwacht. Zij is de nieuwe wereldkampioene op de 3000 meter. Irene Wüst zal straks worden gehuldigd. Eerste keer Wilhelmus hier in de Adler Arena in Sochi. Heb je je ergens in de race Wüst Sablikova nog zorgen gemaakt, Pauline? Nou ja, Sablikova die kan altijd terugkomen in die laatste ronde. En het blijft gewoon echt wel ergens wel spannend tot het eind. Maar ze is toch wel overduidelijk gewoon zo sterk. Maar ja, de laatste twee ronden was eigenlijk wel duidelijk dat het gewoon echt zeker was. Op een gegeven moment leek het dat ze iets dichterbij kwam. Maar ze bleef gewoon elke ronde was ook sneller dan Sablikova. Dus ja, dan kan het gewoon niet misgaan. Ja. Ja, voor jou ook? Heb je ergens nog een... Ik was er niet zeker van in het begin, hoor. En als je kijkt, uiteindelijk ook het gat, hè, is maar 2 seconden. Nee. Maar halverwege de race, als een Irene Wüst in topvorm is, dan kan ze halverwege die race nog één keer een rondetijd naar beneden halen. En daar heeft ze het gewonnen. De race ging ze in één keer van nog één keer rondje 31-4 was het volgens mij. Klopt. En die was goed, want dat is echt de trademark van een Irene Wüst als ze goed is. Ja. Sablikova zilver en dan Pechstein ook nog nummer 3. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is echt ongelooflijk. Want ik zat gewoon te kijken en ik dacht van, hey, Diana, je rijdt echt een fantastische race. Zo vlak als een huis. Ja. 31-9, 31-9, 32-1, 31-9. Dacht, nou, hetzelfde wat eigenlijk ook Irene Wüst deed. En dan die laatste twee ronden, dan valt ze toch weer in elkaar. En dan komt die Pechstein, die voelt het gewoon. Hey, die denkt, hey, ze gaat kapot. En dat komt de sluwheid van de Pechstein. En dan komt ze op laatst toch nog gewoon onderdoor. Ja, want het was waar we aan de voorkant van de 3 kilometer over hebben gehad. Hè? Ja. Je zei, het moet vlak bij Diana. Dat deed ze dat ook, deed maar ze ook. Net niet lang genoeg. Nee, ze hield hem ook echt goed vlak. Maar echt die laatste twee ronden, ja, dan gaat het omhoog. En dat, ja, zo zonde. En je ziet ook dat ze dan net niet meer even goed technisch rijdt. Ja, en dan inderdaad Pechstein, die hangt er een beetje achter. En dan komt ze toch alweer voorbij. Maar ja, wel heel jammer. Ja, er zijn ontzettend veel problemen in die Duitse ploeg. Hè. Daar komen we vast en zeker nog wel een paar keer over te spreken. Altijd, deze toch? Dagen. Maar dit is inderdaad onvoorstelbaar hoeveel kracht zij nog heeft op die... Ja. We komen daar straks op terug. Irene Wüst staat nu klaar. De winnares van de 3000 meter bij Jeroen Stekelenburg. Gefeliciteerd. Dat is 1. Ja, dat is 1. Ja, dankjewel. Zwaar. Het was zeker best zwaar, ja. Ik moest ook eerlijk bekennen dat totdat ik ging rijden was 4.09 de snelste tijd. Toen dacht ik wel even, nou, dat is niet echt heel snel vergeleken met wat we een beetje gewend zijn de laatste tijd. Maar ja, mijn race ging tot 2 rondjes voor het eind eigenlijk heel erg makkelijk. Ik kon weer rondje 4 weer lekker versnellen. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel heel erg goed, alleen ja, het was best zwaar. Was dat het belangrijkste moment van de race, van 1400 naar 1800 meter, toen je eigenlijk ook je tegenstander knakte? Ja, maar dat was ook wel een beetje de bedoeling. Ik dacht van, ik schrok wel een beetje dat ze een soort van voor mijn gevoel mee opende. Wist je dat ze hier beter zou zijn dan eerder in het seizoen? Ja, had ik wel verwacht. Dus liet niet voor niks de week allround schieten. En dan weet je wel een beetje, Sablikova, 3 kilometer, 5 kilometer. Heel lang hiervoor kunnen trainen. En ik had wel verwacht dat ze hier heel erg goed zou zijn. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik niet had verwacht dat ze zo slecht zou zijn in Heerenveen. Maar... mijn plan was wel van, nou ja, goed, als ik nog 4, rondje 4, daarna nog 3 rondjes te gaan. Om dan
even snoeihard te versnellen in de binnenbaan. Zodat het, ja, dat het vinkentouw zeg maar breekt en hopelijk kan ze dan niet mee laatste stuk. Hoe moeilijk is het om een race te rijden die je moet winnen? Ja, best moeilijk, hè. Zeker als je ook nog tegen de tegenstander rijdt waarvan je denkt van ja, of zij gaat winnen of ik ga winnen. En dan, ja, dan is het ook een beetje man tegen man gevecht. Dus je bent, ja, je zit zeg maar wel in je eigen race, maar je bent ook wel een beetje aan het opletten van ja, ik heb geen oog in mijn rug. Dus dat is ook een beetje lastig. Maar nee, het ging hartstikke lekker en ik ben er heel erg blij mee. Weet je je tijd? Ja, volgens mij 4:02:43. En volgens mij is dat precies de tijd waarmee ik Olympisch kampioen werd in Turijn. Dat weet je? Ja, dat weet ik. Is dat een teken? Nou, het zou een mooi teken zijn voor volgend jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat zei je, Erwin? Liegt. Dat is erin gefluisterd. Dat weet ik zeker. Kan ze dat niet weten? Nou, ik kan me niet voorstellen dat Irene dat zo in één keer zo paraat heeft, die kennis. Nee. Ik ga het er zo meteen vragen. Olympisch kom er morgen op terug. Tijd. Waar je Olympisch kampioen mee wordt, met ja, die tijd. Zij heeft zoveel geworden. Ja, zij maar dat twee keer is wel de kampioen. Allermooiste natuurlijk. Ja, nou ja, ik twijfel eraan. Ja. Die druk die Irene gevoeld moet hebben, maar ja. Die ze zichzelf ook eigenlijk in het openbaar heel makkelijk heeft opgelegd. Ja. Hè? Hoe belangrijk is dat voor het volgende seizoen, voor het Olympisch seizoen? Ja, het is natuurlijk wel als je inderdaad die druk, want zoals gisteren ging ze een voorspelling doen. En dan jezelf op drie keer op goud zetten. Dat, ja. dat is toch wel maar, een... Dat kan toch niet anders, Paulien? Nee, het kan ook niet anders. Het is ook zo. Maar het is ook wel weer het gevaar van... Ja, je moet ook niet overmoedig worden. En dat doet ze niet. En daar moet ze dus mee omgaan. En ze weet gewoon wat ze kan. Ze weet hoe goed ze is. En ze laat het gewoon zien. En dat is wel een mooie les voor... voor volgend jaar. We hebben dat ook wel vaker gehoord. Ik ben heel goed, maar je weet maar nooit. Ja. En, ze is maar zo dat, zeker. Dat bouwt ze helemaal niet in. Nee, maar ze is ook gewoon heel goed. En ze heeft natuurlijk 6 seconden voorsprongen de laatste 3 kilometer gewonnen. En dan kun je hier ook niet zeggen van, nou, ik weet niet of ik wel goed ben. Dan moet je die druk ook gewoon op je nemen. En dan moet je ook gewoon daar als een kampioen staan. Want ze is natuurlijk een groot kampioen, hè. Ze heeft al zoveel titels gewonnen. En als het hier een keertje niet zou gaan doen, ja, dan is er ook nog geen man overboord. Nee, ze heeft zich toch zenuwachtig gemaakt. Ook toch nog een klein beetje vanwege die tijd, ja. Hè? Maar ze zei het zelf, hè? Die 4e ronde, die was belangrijk. Ja. En dat Sablikova meeging in die opening. Klopt, want normaal gesproken pakte ze daar echt een gat. Ja. En dan rij je weg en dan rij je alleen. Maar ze zat op het vinkentouw. En daarom was die 4e ronde erg belangrijk. Dat daar Sablikova ook echt knakte. Ja, het was zwaar. De omstandigheden zijn zwaar. Maar blijkbaar in een topvorm kun je daar, maakt het allemaal niet uit. Knalt over doorheen. Ja, ze blijft gewoon goed schaatsen. En het komt makkelijk. Ja. Ja, dan is het zwaar, maar ja, dan rijdt ze nog gewoon 4:02. En dat is ja, dus dat voel je dan wel, dat het zwaar is. Nou ja, maar... Alleen dat maakt dan niks uit. Nou, ze rijdt er gewoon doorheen. Hè? Op die, als je deze tijd vergelijkt, hè, die 4:02 vergelijkt met die 1:46 van Juskov op de 1500 meter, dan vind ik deze tijd toch wel een stukje indrukwekkender. Ja, maar je zegt heel makkelijk. Ja, maar je rijdt gevoel, er doorheen. Hoe werkt dat dan? Maar dat is het mooie van een 3 kilometer. Je moet op een gegeven moment een manier vinden waarop je heel efficiënt, heel makkelijk snelheid kunt maken. En dat zo lang mogelijk vol moet proberen te houden. Dat is gevoel. En dat heeft, als Irene goed is, kan ze dat ook gewoon heel erg goed. Ja. Want je ziet het ook wel aan haar. Ze is gewoon helemaal niet eens moe. Nee. En dan rij je eigenlijk, is heel raar, want ze wordt dus niet echt moe. Ja, het laatste, ze wordt wel een klein beetje moe, maar niet echt helemaal kapot. En dan rijdt ze ook de beste 3 kilometers. Hoe vaak heb je dat eigenlijk in je carrière? Dat het zo... Nou, Irene heeft het best wel vaak gehad, hoor. Deze vorm is wel weer echt ouderwet, zeg maar, van jaren terug. Want het lijkt echt of het er geen moeite kost. Ja, en ze is zo, als je ook ziet, ja, ze raakt gewoon zo goed. Is echt, En ze heeft eigenlijk gewoon pech gehad in het voorseizoen. Maar ik denk dat het een hele mooie blauwdruk is voor volgend jaar. Sla het voorseizoen maar over. En zorg dat je op het OKT ongeveer een beetje lekker in vorm bent. Dat je dat leuk gebruikt als een trainingwedstrijd. En dan vlammen op de Olympische Spelen. Ja, en zeker als ze alles wil gaan rijden. Dan kan ze ook gewoon niet alles in het seizoen gaan doen. Moet ze niet doen. Dat gaat ze ook niet doen. En ik vind het ook veel mooier. Ik heb veel liever dat ze op de Olympische Spelen 5 afstanden gaat rijden. Dan ze het hele seizoen alles gaat rijden. En dat ze dan op de Spelen keuzes maakt. Want je bent hier 2 weken. 2 weken lang zijn die Olympische Spelen. Dan moet het toch makkelijk zijn om 5 afstanden te kunnen rijden. Ik heb mezelf ook 3 of 4 afstanden op de Spelen gereden. Ik was blij dat ik die afstanden mocht rijden. Ja? Anders verveel je je maar. Ja, want het moet dus makkelijker zijn dan hier. Want hier moet je het in 4 dagen doen. Ja.
Je hebt veel langer de tijd. Ja. Het is alleen het enige is, en dat zeg je ook goed, ja, je hebt een heel voorseizoen en daar moet je gewoon keuzes maken. Want anders kan je niet top zijn aan het eind van het seizoen. Nee, je kan niet alles. Want zoals Irene, hè, de 1000 meter, je moet sprinten en je moet de lange afstand onder controle hebben. Dan kom je op een balans. En als je er overheen gaat, is het moeilijk om terug te krijgen. Maar het is heel gek natuurlijk om zo'n seizoen als dit seizoen als blauwdruk te nemen. Omdat ze ook weet dat ze in het begin gewoon echt ziek was. Hè? Ja, mm-hmm. Nou, je moet dan niet ziek worden. Nee. Maar ze zal wel daar gewoon echt moeten kiezen in een wedstrijd. En met name die grote wedstrijden, vlak voor de Spelen, die moet ze lekker gaan rijden. Want daar krijg je zelfvertrouwen van. Als jij in oktober of in november... Kijk, Maurice Vriend rijdt in november, wint hij de 1500 meter wereldbekerwedstrijd. Ja. Ja, dat is al zo lang geleden. Daar heb je niks meer aan bij een weken afstanden. Als je nu 2 weken geleden goed gereden hebt, dat neem je mee naar deze wedstrijd. En dat heeft Irene nu ook meegenomen. En ze is nu ook voor de eerste keer ook echt... Europees kampioen, wereldkampioen en nu weer wereldkampioen. Alle grote wedstrijden zijn eigenlijk in een korte periode en die winnen allemaal. Ja, dus dat gezeur over een heel druk programma en moet je dat wel doen, dat moeten we gewoon maar loslaten. Nee, maar het is 14 dagen rijden. 14 dagen is het heerlijk om een paar afstanden te kunnen rijden. Ja, maar het gaat er natuurlijk ook om dat je wel moet plaatsen voor die afstanden. Ja, maar dat is allemaal veranderd en ze moet gewoon hard rijden, goed rijden op het OKT. Nou, dat hoeft bij haar denk ik niet eens, want als je echt... Ze gaan haar natuurlijk wel gewoon meenemen. En ze moet zich richten op de 1500 meter en de 3 kilometer. Daar moet ze voor gaan trainen. Dat ze zeker weet dat ze die afstanden wint. En vervolgens dan komt die 1000 en die ploegachtervolging en die 5 kilometer. Die komen er gewoon allemaal gratis bij. Kijk, daar staat ze. Goud. Haar eerste goud op dit WK afstanden. De 3000 meter in de tas. Mooi, hè? Denkt bij zichzelf, hoeveel heb ik er nog thuis liggen? Dat is wel het mooie van schaatsen, dat je altijd dezelfde medaille hebt. Er komen er nog een paar, dat weet ze ook wel. Sablikova, toch ook in een hele snelle tijd voor alle problemen die ze gehad heeft dit seizoen. Een zilveren medaille. En onvoorstelbaar alleen in 2009. Toen was ze er niet bij, maar voor de rest... Elk wereldkampioenschap afstanden gaat Claudia Pechstein naar huis met een medaille. Nou, een prachtig podium zou ik zo zeggen. Ja. Wij sluiten deze uitzending af, maar niet getreurd. We zijn uitgebreid bij u terug vanavond in een uitgebreid lang sportjournaal. Vanaf 7:10 zal dat zijn, na 1 vandaag. Daarin ziet u de samenvattingen van alle wedstrijden van vandaag. En natuurlijk ook de huldiging van de Olympisch kampioen. Van de wereldkampioen. Ik loop iets op de zaken vooruit. Op de 3000 meter. Irene Wüst. Graag tot morgen. Beslist.nl is supporter van NOS Schaatsen.